We hebben een prachtige finale gezien, waarin jullie tot het uiterste moesten gaan. Ja, dat klopt. We speelden tegen Maxime en Emma. Twee supergoeie speelsters van Beach Team Nederland. Wij zitten zelf ook bij Beach Volleyball Team Nederland. En we wisten dat er goede concurrentie tegenover ons stond. Alleen ze moesten het hoofd koel houden. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Nou, we hebben gisteren 3 wedstrijden gespeeld en die hebben alle 3 gewonnen. En helaas hebben we geen halve finale kunnen spelen omdat onze tegenstander geblesseerd was. Dus zo zijn we in de finale gekomen hier in Almelo. Sander ertussen namens het Almelo's sportbedrijf. Voor de 5e keer dit georganiseerd. Wat heb je allemaal meegemaakt? Nou, in ieder geval extreme temperaturen en bijzondere weersomstandigheden. Woensdag hebben we zelfs de boel nog even af moeten breken omdat er heel harde wind was. En dit weekend was heel tropisch. En ik moet zeggen, we hebben het 5 jaar georganiseerd en volgens mij hebben we altijd tropische omstandigheden gehad. Dus blijkbaar past beach heel goed bij Almelo, want we hebben het weer altijd wel mee, zeg maar. We hebben nu 2 keer meegedaan aan de echte Eredivisie Beachvolleybal en die hebben 2 keer gewonnen. Dus voor de rest zitten we heel veel internationaal. Dus we spelen ook heel veel internationale toernooien en vandaar dat we niet altijd bij de Eredivisie kunnen zijn. We hebben hem gewonnen. Het was echt een intense strijd. Het was heel warm, het zand was ook heel warm. En de eerste set hebben we heel goed gespeeld en ging het ook goed en die wonnen we. De tweede set ging wat minder en speelden hun beter, dus hun terecht gewonnen. En de derde set hebben we echt tegen elkaar gezegd, oké, nu 15 punten nodig om te winnen hier in Almelo. Dat wilden we heel graag. Dus alles nog een keer gegeven en toen hebben we gewonnen, dus heel blij mee. Ja, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de hele week. Dus we organiseren het van maandag tot en met zondag, waarbij maandag tot en met vrijdag voor de breedte sport is. Ja, we hebben heel veel bedrijven toernooien gehad, we hebben heel veel clinics voor kinderen gehad. Echt extreem veel deelname, nog nooit zoveel als de afgelopen jaren was het ook al heel druk, maar dit jaar was echt het toppunt. Ja, en we hebben dit weekend ook echt topwedstrijden gezien, vooral bij de dames, echt heel hoog niveau. Dus we staan weer goed op de kaart, denk ik. In het begin hebben we echt al wat energie een beetje bespaard, zodat we de dag vol konden houden. Naar de finale hebben we gewoon volle bak gegeven en alles of niets gespeeld, dus dan wel redelijk gedoseerd, ja. Het is nu onze 5e overwinning op rij in de Nederlandse Tour. Daar zijn we echt ontzettend blij mee. En vandaag echt zwaar bevochten, zoals Mees aangaf. Dus ja, we zijn er helemaal blij mee. Overwinningsduik en de plomp hier, dus weet je, kan niet mooier. Was het moeilijk om die eerste plaats te bereiken? Ja, het is altijd lastig. Ik bedoel, het zijn goede teams die aan de Eredivisie deelnemen. Het hoogste niveau in Nederland. Dus concurrentie is goed. Dus blij dat we ons eigen niveau hebben gehaald en dat we dit hebben geflikt. De 3 wedstrijden van gisteren. Was dat moeilijk om die door te komen of was dat een makkie? Het is vooral de weersomstandigheden. Het was gewoon echt heel warm. Er zat weinig wind. Dus het was niet alleen tegen de tegenstander spelen, maar ook tegen de weersomstandigheden. En het was echt energie sparen waar het kon, maar ook juist zuinig spelen door zakelijk. Ja, weet je. Het was een innoverend weekend. En wat is jullie volgende wedstrijd? Hoe gaat het verder? Nou, we gaan helaas even een tijdje uit elkaar. Volgende weekend spelen we allebei in Leuven, maar dan met een ander partner. Ja. Ja, want deze die kan nog voor het EK onder 22 vechten, voor de titel. Dus deze gaat mooi daarop focussen en ik ga dan met een andere partner Nederlands kampioenschap spelen. Ik heb het net al even naar je partner gevraagd. Was het moeilijk om die 3 wedstrijden gisteren door te komen? Het was ook zeker niet makkelijk, maar we hebben wel eens moeilijke wedstrijden gespeeld. Het was wat hij zegt, het was in een kort tijdbestek, dus je had heel weinig rust om weer op te laden voor de volgende wedstrijd. Maar dat hebben we zo goed mogelijk gedaan en we hebben gewoon netjes goed ons ding gedaan en zo gewonnen. De trainer van de Malen,